opletten, je mag echt niet verder komen hier, want het is hier levensgevaarlijk. Maar wat ik jullie wil vragen, kinderen, hebben jullie de politie gezien? Nee. Nee? Het verhaal begint in de bossen bij Eerde, bij een verzetsman die na een vergadering van het verzet zich heeft verstopt in de bossen. De Duitsers zitten achter hem aan. En opeens riep er iemand, halt! Ik stop. Nee, ik denk stop niet, ik reed door. En toen riep hij nog een keer, halt! Bertje, stop! Hij wist dat ik Bertje heette. Ik ben Bertje van Roosmalen. En ik was zo bang, maar ik fietste toch door, hè. En opeens hoorde ik een knal en ik voelde in mijn nek, voelde ik de hagel en het bloed er stroomde over mijn rug, over mijn, helemaal tot onder toe. Het was, en toen ben ik toch doorgefietst. Ik ging wel een beetje links-rechts, maar ik ben doorgefietst. Via Bertje wordt het verhaal verteld en wordt een situatie geschetst hoe het geweest moet zijn in de oorlog. Piet van Bussel was een fanatieke NSB'er uit Veghel. Zijn bijnaam was de Kin en ook hij komt voorbij. Als jullie nou een politieagent tegenkomen, hè, die mij aan het zoeken is. Ik ken er eentje, die heet de Kin. Als hij aan het zoeken is, dan zegt hij dat hij mijn vriend is. Maar dan moeten jullie niet geloven. En dan zeg maar dat ik die kant uit, dat je me daar gezien hebt bij de molen. Halt! Halt! Weet jullie wie ik ben? Ja, ja. Hij is daarheen, daar zagen we. Wie is daarheen? Bert. Bert? Oh, maar ik zoek Bert inderdaad. En waar was hij naartoe? Hij is bij de molen. Over de molen. Hoe weet je dat nou al? Zijn we ja, maar jullie komen van die kant af. Ja, maar we zijn langs de molen. Wat denk je dat jij gedaan zou hebben als jij in de oorlog had geleefd? Was jij dan dapper geweest of had je Bertje verraden of niet? Wat denk je? Ik denk niet dat ik iemand zou verraden, maar ik zou het wel heel spannend vinden. Ja, ik zou sowieso niemand verraden, maar ik zou diegene wel helpen, denk ik. Maar, Als ze een geweer op jou zetten en zeggen we schieten jou dood als je niet de waarheid spreekt, wat had je dan gedaan? Ja. Dat weet ik niet. Ja, dat is moeilijk hoor, want je weet niet, je wil natuurlijk niet iemand anders, maar ja, het is wel ook wel, want dan kan, ja, beter jij, ja, ja, dat is moeilijk kiezen eigenlijk, want meestal zeg je wel van ja, ik kies dat diegene mag blijven leven, maar dat is dan, als je dat echt meemaakt, wel moeilijk, denk ik. Jij? Ook als je een kind bent en bijvoorbeeld, net als Bertje, die was al opa en zo. En dan denk je ook van, ik ben jonger en ik heb nog langer een leven. Maar het is ook wel zo, je verraadt natuurlijk niet iemand. Ja, dat wil je niet doen. En als ze een geweer op je kop zetten? Dan is het heel lastig kiezen. In Eerde wordt de kinderen al direct duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat de verhalen over Bertje en de oorlog verteld blijven worden. Als je straks kinderen hebt en zo, dan kan je dat wel mooi vertellen, denk ik. Wat ga je dan vertellen? Bijvoorbeeld die meneer die in de kerk was en die dood was geschoten. En onderduiken ze hoe het allemaal ging. En ja, dat ze het ook moeten doortellen aan hun kinderen. En door en door. Waarom is dat belangrijk dat we dat doorvertellen? Ja, omdat de oorlog natuurlijk niet vergeten mag worden. Omdat ze allemaal voor ons hebben gestreden dat wij nu zo mooi kunnen leven.